Heb je het gezien? Hij is goud, hè? Ja. Dames en heren, wat een feest. Een feestje van ondernemend Hoekse Waard. Van harte welkom bij de uitreiking van de startersprijs. Maar je moet je verbeelding gebruiken. Dus als dit Justin Bieber is en al deze meisjes bij het concert, die doen even zo bij zijn onderarmen, die komen 's avonds thuis, halen de huidcellen van Justin Bieber onder hun nagels vandaan en maken daar stamcellen van en vervolgens spermacellen. En 9 maanden later hebben we een wereld vol met biebertjes. Wauw, hoe mooi is dat? De strekking is natuurlijk, als in 13 jaar tijd, meer dan 100 jaar geleden, totale mobiliteitsmarkt kan veranderen van paard en wagen naar fossiele brandstofauto, waarom zou dat dan met al die technologie die we op dit moment ter beschikking hebben, niet in pak en beet 13, 10, 7 of 5 jaar kunnen gebeuren? IBM Watson is al oncoloog. Dus ga jij straks nog naar een dokter die niet werkt met Watson? En IBM Watson kan 800 miljoen pagina's per seconde lezen, analyseren en je ook daar een diagnose op teruggeven. Dat kan geen dokter. Dus het samenspel wordt met technologie en de mens. Dat noemen we dan internationale Tesla-moment. Dan heb je eigenlijk 2 keuzes op zo'n moment. Je gaat of om het hardst bevechten wat je hebt, dus de bestaande markt, de bestaande systemen, de bestaande energievoorziening. Of je denkt, nou, ik heb misschien jezelf bedacht, maar dat is nog niet zo'n stom idee, laat ik maar eens gaan volgen. De partijen waarvan je eigenlijk zou verwachten dat die hun eigen markt zouden hebben veranderd, die lopen nu met z'n allen achter Tesla aan. 1 ding is zeker, spelen met speeltjes uit het verleden, dat moet je niet meer doen. En wat is een speeltje uit het verleden? Dat is bijvoorbeeld forecasten. Dit spelletje heb je gewonnen, we spelen het vanaf vandaag nooit meer anders. En we gaan morgen met z'n 2e nieuwe spelregels bedenken voor hetzelfde spel. Heb ik wel met exponentiële ogen gekeken? Heb ik kunstmatige intelligentie goed doorgedacht? En voornamelijk, wat gaat die quantum computer voor mij betekenen? Want je hebt maar 1 keuze en dat is adapt or die. De finalisten, Jaco Sterk, Patrick Smoor en Mies Kachel. Ja, dames en heren, het kookhuis in Obeiland. Horeca zit de broers Smoor kennelijk in het bloed. En ze zijn intussen gecharmeerd geraakt van het ondernemerschap. Ze gaan inderdaad voor de onvervalste gastvrijheid en streven doorlopend naar resultaatverbetering met als enig doel dat gasten zich bij het kookhuis thuis voelen en kunnen genieten van gerechten die professioneel en met zorg worden bereid. Ik denk dat wij bewezen hebben als zeer jonge ondernemers om te laten zien hoe snel de groei kan gaan door genoeg inzet, creativiteit, volhardenheid en laat je eigen niet uit het veld slaan door een zeer grote tegenvaller. Dus stem op ons, dank u wel. Mischa, het enthousiasme spat eraf. De jury is van mening dat Mischa door haar creativiteit, kijk je gelijk maar even aan, durf, professionaliteit met een kookstudio een aanwinst is voor onze regio. Luister naar jezelf, laat je inspireren door andere ondernemers. En ik hoop dat ik jullie ook heb geïnspireerd met mijn verhaal. En ik wens jullie een fijne avond. Nou, een krachtig verhaal hoeft niet lang te zijn. De jury die constateert dat Tadatel de tijdgeest voor wat betreft de ontwikkeling in de telecom goed doorgrond en navenant handelt. Ze is van mening dat Tadatel met recht een plaats in de finale van de Startersprijs heeft gekregen en wensen het bedrijf veel succes. Goedenavond, mijn naam is Jaco Sterk van Tadatel Telecom en Smartphone Repair Center. En ik wens jullie inderdaad allemaal een fantastische, prettige avond. Ja, en stem op mij. Dankjewel. Dankjewel, Jaco Sterk en Mario.
hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Ja, kom er even lekker bij, jongen. Gefeliciteerd. En de grootste trofee is voor jou. Je krijgt zo het woord. Maar ik wil eerst graag nog even Mischa en Patrick erbij. Want we hebben 3 winnaars, mensen. Dit zijn de finalisten. 3 winnaars en 1 echte winnaar. Jaco, van harte gefeliciteerd. Ja, hebben jullie even? Nee hoor. Ja, het was eigenlijk best wel spannend voor mij dan. Maar dat hebben jullie ook waarschijnlijk wel gezien in mijn presentatie toen ik hier voor het eerst op het podium stond. Van joh, je was zenuwachtig sterk. Ja, tuurlijk was ik dat. Ik ben ook iemand die heeft zenuwen en ik vind het spannend en ik ben sportief. Maar ik heb lekker gewonnen en daar ben ik hartstikke blij om. Maar ja, ik bedank heel mijn team. Voor, ze zitten daar allemaal, familie. Super, dank jullie wel. Dan vragen ze, als ondernemer, ja, tuurlijk neem je risico's. Je luistert ook naar mensen, wat ik in het praatje gaf. Het is een super tip en door starterscoach, dat heb je goed gedaan. Luisteren naar mensen, er zitten hier een aantal mensen die je er echt in kunnen helpen. Misschien kan ik ook je nog een keer helpen, je weet maar nooit. Maar 6 december ga ik lekker koken bij deze jongen met de kookclub. Nou ja, jongeman, ik weet wat je ook allemaal meegemaakt hebt. Nogmaals, we zijn allemaal winnaars. Maar nogmaals, er kunnen er inderdaad maar 1 de winnaar zijn, Pim. Ik zeg het nog maar een keer, maar trots op het team. We zijn innoverend bezig, we zijn met milieu bezig. We zijn proberen met fiber wifi de Hoekse Waard aan elkaar aan het knopen. Met glasvezel, door de lucht, laat ik het allemaal zo zeggen. Maatschappelijk betrokken, wat een heel belangrijk punt is binnen de Tadeltal Club. Ja, en we zijn een hartstikke jong team, ik ben de oudste. En het is een prachtig verjaardagcadeau. Ja, want zondag word ik 54 jaar. Dus ik ben een startend ondernemer, maar... Wil jij die prijs eigenlijk nog in ontvangst nemen, of niet? Nee, maar ik wou eerst je jasje, maar nu heb ik de microfoon. Mario, mag ik jou uitnodigen? Mooi hoor, heb je prijs uit. Ja, go. Dank je wel. Het was echt heel leuk om eigenlijk alle finalisten gewoon het woord te laten doen. Ja, super. Heb je het gezien? Hij is goud, hè? Ja. Maar dan zie je, keihard werken. Komt allemaal goed, hè? Mijn eerste reactie, toch wel jammer dat we niet gewonnen hebben. Wel super trots dat we natuurlijk hier mochten zijn. En ja, het is alleen maar een motivatie voor de toekomst. En zo bekijken we het ook. We waren al super trots. Dus, super vet. Ja. Nou, ik denk dat je heel veel reacties gaat krijgen sowieso nog. En dat er heel veel mensen bij jou terecht zullen komen in de kookstudio. Klopt, ik heb hier net een rij van felicitaties gehad. Terwijl, ja, ik heb natuurlijk niet gewonnen, maar er is toch wel een rij. Dus dat, ja, ik heb al enorme fans achter me. Een uitermate geslaagde avond, ja. Ik ben uitermate tevreden. Ik kan niet anders zeggen. De belangrijkste is natuurlijk de Rabobank. Dat is onze partner. Dus niet alleen sponsor, maar onze partner. Die hebben ons vanavond hier ontvangen in de Rabobank in Heinen Noord. En die hebben ons op allerlei manieren gesteund. Een van de juryleden was de directeur van de Rabobank. Dus de Rabobank is eigenlijk onze partner in dit evenement. De sponsoren zijn onze collega ondernemersvereniging, de OAW, ondernemersvereniging Hoekse Waard. Het samenwerkingsorgaan Hoekse Waard. De maatschappij Hoekse Waard, Rijnmond Milieu en Visser en Visser Accountantskantoor. Ja, de opdracht was schud de boel maar een beetje wakker hier in de Hoekse Waard. Is dat gelukt, denk je? Ja, dat weten we natuurlijk morgen pas. Of ze dommelen allemaal weer in en ze dukken de snoesknop in. Of ze gaan morgen op een andere manier naar hun eigen toekomst kijken. Ja, maar en dat is dat Tesla-moment. Hè? Dus het is soms niet heel eens erg als je blijft liggen. En al is het 9 minuten of 18 minuten. Maar dat je wel op een gegeven moment wakker wordt van, oh, die wereld verandert en ik moet nu echt aan de gang. En dat aan de gang gaan, dat kan je niet binnen je huidige werkzaamheden, niet binnen je huidige takenpakket. Je moet dan echt functieloze tijd creëren om van die snoesknop af te komen. Zeker geslaagde avond, absoluut. Dat kun je wel zeggen. Ja, ik weet niet hoeveel mensen er geweest zijn, maar ik denk 200 of zo. En dat allemaal rondom starters. Dus nou, fantastisch. Ja, dat is wel fantastisch. De Rabobank die sponsort veel van dit soort initiatieven, dat klopt. Dat klopt, dat doen we heel graag zelfs. Starters voor mij zijn, zonder starters geen grote bedrijven.
Dus je hebt een aanwas nodig van nieuwe bedrijven. En tegelijkertijd geloof ik dat starters, die zijn in staat om juist een vernieuwing in een sector te brengen. Ik ben voorzitter van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Hoekse Waard, departement Hoekse Waard. En wij vonden een uitgelezen mogelijkheid om dit evenement te sporteren, omdat ik vind dat er veel meer starters moeten komen en die moeten veel beter geholpen worden. Wat is een ultieme tip voor de startende ondernemer? Nou, de ultieme tip is, weet ik niet, maar wat ik wel heel belangrijk vind is werk aan je netwerk. Zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen hebt die je kunt adviseren, die je scherp houden, maar tegelijkertijd die je weet te spiegelen. En zorg ervoor dat je een kritische massa om je heen hebt staan. Kunnen mensen met vragen ook bij de Rabobank terecht, de startende ondernemer? Juist, denk ik. Ja, zeker, ja. Wat de Rabobank voor startondernemers kan doen, het makkelijke antwoord is natuurlijk toegang geven tot financiering. Maar het zou jammer zijn als daarbij zou stoppen, doen gelukkig veel meer. Wij zijn niet de partij die zegt hoe jij moet ondernemen. Je bent zelf ondernemer en dat weet je waarschijnlijk veel beter dan wij dat weten. Wat wij wel hebben is een enorme database met heel veel kennis en informatie van soortgelijke bedrijven in jouw sector. En wij staan opgesteld om die kennis met jou te delen en doe daar je voordeel mee. Wat mijn vader altijd zei van, als je een nieuwe fiets wil kopen, moet je er eigenlijk twee kunnen betalen, wil je er eentje kunnen kopen. Dan gaat dat niet altijd op, maar dat zou ik zeker onthouden. Een echte ondernemer, die start, die gaat niet wachten tot hij geld heeft of geld krijgt. Overigens zijn de mogelijkheden wel verruimd, hè? Want via crowdfunding kun je natuurlijk heel ver komen tegenwoordig al. Maar een echte ondernemer, die start sowieso. Maar je kunt wel, met kennis en ervaring, kun je ze wel helpen. Dan loop je hier in de Hoekse Waard, met alle respect, heel veel oude ondernemers rond. Oude rotten in het vak. Oude rotten in het vak. En die willen dolgraag willen die hun kennis kwijt. Nou, dat moet je gewoon uitbuiten. En dat willen ze beschikbaar stellen. Dus we moeten starters en dat soort oude rotten, kennis en ervaring, bij elkaar brengen. En dan kunnen ze geholpen worden. En dat hebben we nu vanavond al gedaan via het startersnetwerk? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik was bijvoorbeeld heel erg blij toen Pim Verhagen aankondigde dat vanavond nog de startersprijs is, maar dat we eigenlijk die prijzen allemaal bij elkaar moeten brengen. En over 2 jaar een evenement maken voor alle ondernemers in alle categorieën en dan gewoon echt een groot event maken. Want dat geeft aan dat er hier dynamiek is, dat er nieuwe dynamiek komt. En dat hebben we wel nodig in de Hoekse Waard.